Herenstraat Helemaal wordt u aangeboden door Palazzo. De beste ondernemer van Groningen. Zwanenstraat 15, 17 en 19 in Groningen. Ik loop de Herenstraat helemaal vandaag met de keeper van Cambuur, Leonard Nienhuis. En ik doe het vandaag op groene schoen. Omdat ik weet dat in zijn hart hij nog steeds een heel klein beetje groen-wit is. Van binnen, dat hart van jou. Niet veel meer. Niet veel meer, maar dat zit nog wel van in. Ja, natuurlijk. Want, wie weet, je bent nog maar 24. Ja. Wie weet dat jij ooit nog eens terugkeert hier. Ja. Dat je ooit nog eens eerste keeper wordt in Euroborg. Wie weet. Hey, ja. Dat zit er best in, vriend. Dat zit er best in, ja. Oh. Even terug naar gisteren in Tilburg tegen het elftal van, ik kan de naam haast niet aan mijn strot krijgen, Jurgen Streppel. Ja. Oh, vlak voor tijd. Ja, jullie stonden 0-1. Ja. En? Ja, toen viel hij nog één keer goed voor alles of niet. Je was doodziek, hè? Ja, doodziek. Hé, hey, maar vlak voor die tijd was jij ook al even ziek, hè? Let dus ook al even niet op. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik zag aan jouw reactie. Ja. Jij zei scherp blijven. Scherp blijven, ja. Tot het eind. Tot het eind. 95 minuten. En dan toch... Valt hij? Ja. Hey, het succes van Cambuur. Moet ik het in de Herenstraat helemaal moeten hebben over het succes van Cambuur. Maar dat kan ik best. Het succes van Cambuur, wat is dat? Is dat het collectief? Is dat de trainer? Is dat alles bij elkaar? Alles bij elkaar, denk ik. Ja hoor. Ja? Ja, vind ik wel. Ik denk hoe we het met z'n allen doen. Hoe we het als club zijnde willen doen. Ja. En dat komt precies mooi uit. Ja, hè? Ja. Jullie hebben af en toe ook die confrontaties met de FC, hè? Ja. En dat gebeurt dan in Leeuwarden en dat gebeurt dan ook hier. Ja. Maar wat is dat? Is dat net als bij Heerenveen, Cambuur? Of is het toch een duidelijk verschil als je dan tegen de FC speelt? Ik vind dat wel dat een duidelijk verschil wat is. Wat dan? Niet voor ons, maar ik denk wel qua supporters. Ja, hè? Ja, dat is in Leeuwarden. Is dat gewoon een stukje erger dan wat was, als bij Groningen. Maar jullie winnen steeds van de FC in Leeuwarden. Ja. Is toch apart? Is niet apart. Wat is dat dan? Waarom is dat apart? Zijn jullie sterker? Ja, tuurlijk. Zijn jullie beter? Ja, wij zijn beter. Jullie hebben een betere helft dan een Groningen? Ja. Ja, hè? Ja. Echt waar. Ja, echt waar. Ik heb net gezegd collectief, maar ook kwaliteit? Vind ik wel. Ja? Ik vind kwaliteit en denk een grotere selectie. Ja, hè? Ja, en daar worden wij niet minder van. Heb jij die trainer nog gehoord, Henk de Jong, na de wedstrijd over wat er in het weekend gaat gebeuren? Dan krijgen jullie Ajax op bezoek, hè? Ja. En die jongen die zei van, nou, we moeten nergens meer bang over zijn, we moeten een keer opbouwen, want dan gaan we hoeren over de drie grote, Feyenoord, PSV en Ajax. We zijn gewoon allemaal clubs en we kunnen van iedereen verliezen en we kunnen van iedereen winnen. Ja, ja, dat is ook wel zo, maar ik denk waar hij ook een beetje op doelt van, wij hebben nu twee grote wedstrijden gehad tegen PSV en Feyenoord. Ja. En ja, het leek er een beetje op dat we soms een beetje te veel respect voor hun hadden. Maar dat helemaal niet nodig is. Ja, maar volgens mij is dat al lang niet meer zo, dat respect. Zolang ze krijgen ze ook respect voor jullie. Ja, dat is ook zo, tuurlijk. Ja, het is echt niet te geloven. Maar wat er ook gebeurt daar in het Heiteland, in Friesland. We blijven ietsje verder achter de kar. Maar, ja, sorry. Hey, wat er ook gebeurt. Jij zegt alles klopt. Maar die jong die zegt ook, Cambuur is zo gegaan, dan is het weer even zo. En nou moeten we dus zorgen dat we weer zo omhoog komen. Ja, dat klopt. Is die spelersgroep, is die zo homogeen? Is dat zo'n geheel? Nou, ik denk dat zeker in het geheel is het heel belangrijk voor ons. En zeker als we die stap omhoog, in die lijn omhoog willen blijven inzetten, dan moeten we het groepje wel bij elkaar houden, denk ik. Hey, die carrière van jou is ooit hier begonnen. Natuurlijk, daarom zei ik ook, in wezen heb jij nog een beetje een groen-wit hart. Ja. Heb jij nog altijd. Beetje, ik denk ook ja. dat, ja, een beetje, ja, dat is ja. natuurlijk minder geworden. He, van Groningen naar Veendam gegaan. Mm-hmm. En je hebt ook dat gevoel gehad steeds van tweede keeper zijn. En opeens ben je de eerste keeper bij Cambuur en dan... maak je de promotie mee en je maakt nu ook het succes in de eredivisie mee. Dus die carrière van jou, die heeft een stijgende lijn. Ja, zeker. Dat denk ik. Ja, vind ik wel. Ja. Het is eigenlijk nog niet, sinds ik bij Groningen weg ben, minder gegaan, laat ik het zo zeggen. Nee. En natuurlijk, ik heb wel een beetje geluk gehad, moet ik zeggen. Ja? Ja, vind nou, ik wel. Mee dan?
Nou ja, Henk de Jong die werd trainer. Ja. Trainer met ons leider, ja. En hij zet mij erin. Ja. En vanaf dat moment, ja, begin daar eens mijn carrière en sta je nu waar je nu staat. Hij zag het in jou zitten, die Henk de Jong. Ja. Ja. Hij heeft natuurlijk ook weer een verleden bij de FC. Hij is nog assistent geweest bij Jansen. Ook dat. Toen is hij teruggegaan naar de amateurs. Volgens mij heeft hij Harkemaasse Boys ook nog getraind. Oh, nou, ja. En dan opeens staat hij er. Ja. En iedereen zegt van een verfrissende man in het betaalde voetbal, Henk. Henk filmt natuurlijk weer, beste kijkers. Ik was hem helemaal al vergeten. Dat is niet te geloven. Maar hij staat er gewoon weer. Allebei 65, Henk. Je merkt er niks van, hè? Gewoon doorgaan, ja. Hé, hey, Gerard. Alles goed, Miel? Mooi, man. Ongelooflijk, maar waar. Vroeger nog mee in de horeca gewerkt. Hij was ober, ik disjockey. Oh, in Nieuw-Indië beneden, in de kelder. En we gaan terug naar het voetbal. Mooi is dat trouwens, dat je dat... Wat ik zei, Groningen ben je eigenlijk nooit echt in beeld geweest. Jos is natuurlijk super jong ook nog toen, mm-hmm. als eerste keeper. Hè? Mm-hmm. Maar jij zat in de periode van Luciano. Ja, Luciano van Loo. Ja. Ik heb toen één keer een goede voorbereiding gedraaid, denk ik. Toen was Valo en Luciano, die waren geblesseerd. Ja. Heb ik op trainingskamp nog gespeeld tegen Benfica. En toen dacht ik van, oh, dit kan nog wel eens leuk. Ja? Ja. Ja, ik dacht, ik ga gewoon de strijd aan met die boys. Ja, maar ze waren niet fit. Dus dan denk je van, oh, het zal toch niet. Ja, hè? Ja. Maar een week voordat de competitie begon of zo, was Valo, die was weer fit. Ja. Nou, en toen zeiden ze toch van, we laten Brian spelen. Ja. Toen heb ik een paar wedstrijden op de bank gezeten. Ja. En toen, dat was een beetje jammer. Ja, dat was ook een beetje in die periode zo van wat gaan we doen? Van Lo, periode van Lo, periode Luciano. Ja. Jij als derde keeper. Ja, hè? Ja. En toen kwam voor jou die, zeg maar die move naar Veendam. Ja. Dat was geen keus. Werd je verhuurd. Nou ja, ik zou een nieuw contract tekenen bij Groningen. Ja. En toen zei ik van, dat wil ik ook wel. Alleen ik wil wel aan spelen te komen. Ja. En in de Jupiler League, ja, dat is een goede kweekvijver, denk ik. Ook voor mij als keeper. En toen hebben ze gezegd van, ja, dat was ook wel een beetje hun insteek. Nou ja, dan hebben we dat gedaan. En dat was één jaar. En ja. Gelukkig kwam daarna Cambuur. Ja. Als ik er nog had gezeten, dan... had ik ook op straat gestaan. Nou ja, maar had je wel een club gevonden. Tuurlijk wel. Tuurlijk talent verlogen ze nooit, denk ik. Dat zie je ook aan jou. Hè? Jij blijft gewoon doelfilmen. Maakt helemaal niet uit wat er gebeurt, maar wie er ook in die herenstraat loopt. Goh, hey. En toen kwam dus die periode Cambuur. Wie was toen eerste keeper toen je bij Cambuur kwam? Dennis Telkamp. Dennis Tel, die nou bij Heracles speelt. Ja, die werd toen gehuurd van Heracles. Ja. En dan moest jij de strijd mee aan. Dan moest ik de strijd mee aan. Hoe ging dat? Ja, goed. Ja? Een goede vent. Ja. Alleen ik vond mezelf beter natuurlijk. Jij vond jezelf alleen, jij vindt jezelf betere keeper dan Telgenkamp? Op dit moment wel. Ja. Ja, op dit moment wel. Alleen toen... Gelijkwaardig? Gelijkwaardig, ja. Maar ja, ik snapte ook wel dat ze voor Dennis kozen. Heb jij ook in die periode nog wel eens... Ja, bedoel, je woont nog steeds in de stad, dus je rijdt op en neer naar Leeuwen. Mm-hmm. Heb jij nooit het gevoel van, jongens, ik rijd de verkeerde kant op? Nee, niet meer. Nee? Nee, wel gaat? Ja, tuurlijk wel. Wel gaat? Tuurlijk blijf je een beetje denken van, ja, waarom heb je niet de kans gekregen hier? Hè? Nee. En, maar dat is voorbij. En, tuurlijk, het is mooi als ik een keer terug kan komen naar Groningen. Ja, dat wil ik voor jou horen. Ja, tuurlijk is dat mooi, maar Cambuur is voor nu echt mijn club. Ja, hè? Ja, echt wel. Ja, hè? Wat ik daar dus al als jij nou naast mij moest gaan lopen, en jij moest ook de keuze maken tussen de Heerstraat met mij lopen, op gele of op groene schoen? Ja. Dan ging jij? Nu voor geel. Oh, dan ging jij nu naast mij lopen op gele schoen? Ja. Ja, precies. Dus ja. Schoenenwinkel. Misschien kunnen we een paar gele schoenen kopen. Ja, precies. Ik denk dat hij ze wel heeft trouwens. Ja. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Nee, maar zover is het wel. Zover is Cambuur het wel, is gewoon jouw club. Ja. En jullie hebben trouwens ook... Wij hebben natuurlijk de beste supporters van Nederland. Maar jullie hebben ook goede supporters, hè? Ja, wij hebben echte supporters. Oh ja? Ja. Echte supporters? Echte supporters. Wat zijn het nou, echte supporters? Ik dacht dat juist dat wij die hadden. Of wij. Sorry, ik moet natuurlijk objectief zijn. Dat Groningen die had. Groningen heeft ze ook zeker. Ja, zeker. En, maar ik denk dat het ook een beetje ligt... Kijk, toen Groningen nog in Oosterpark speelde. Ja. Toen was het natuurlijk fantastisch. Ja. Kijk, en dan hebben wij nu nog een beetje in Leeuwarden. Wij hebben nog een beetje een oud stadion. Weinig zitplaatsen. En dat zit elke week vol. Ja, dat is precies de sfeer die in Doospark ook was. Hey, en die bedenken van de Herenstraat helemaal. Wilfred Genezen is nu ook een grote fan van jullie. Hè? Ja. Natuurlijk geboren in Leeuwarden. Ja. Heb ik altijd strijd met die man. Hé, hey, Beekman. Hallo. Ook oud voetballer, hè? GSC vroeger. Hè? Ja. Het eerste gespeeld. Ja, dat zie ik aan jou. Hartstikke strak live.
Ongelooflijk. Ja, geen Zevenhoer. Ja. Goeie speler, hoor. Ja? Beekman. Richard Beekman. Ik ken hem niet. Ja, nee, dat was voor jouw tijd. Ja, hallo, zeg. Man is 24 jaar, denk ik. Ja. Is jij 40 jaar bij ons? Wow. 40 years of rock'n'roll. Hé, die Henk de Jong, hè? Die Henk de Jong, een bijzondere man. Ik ken hem natuurlijk als assistent. Toen vond ik het dan een hele aardige vent. Mm-hmm. Maar kan hij ook boos zijn, Henk? Hij kan heel boos zijn. Ja? Ja, ja? Ja hoor. Soms dan denk je van, ja, om kleine dingetjes, wat gewoon goed moet, daar kan hij heel boos om worden. Houdt hij jullie dan scherp? Ja, hij houdt ons altijd scherp. Altijd? Ja, altijd. Ja. Altijd. Dus het is niet zo dat hij in die euforie van succes... Dat hij dan de realiteit uit het oog verliest. Nee. Dat doet hij niet. Nee, hij heeft juist een hekel aan als iemand verzwakt. En hij is er juist gebrand op om de jongens elke keer maar weer scherp te houden. En Luciano die ging terug naar Brazilië. Ja. Jongen die wij in doel hadden staan, ging naar België toe. Ja. Jij weet wat ik bedoel. Ja, ja. Hoe heet hij? Bizot. Marco, ja, ja. Bizot. Marco Bizot. Marco Bizot. Heb jij toen even gedacht van misschien krijg ik wel een telefoontje? Eerlijk zijn. Nou, we hebben het er toen wel eens over gehad. Wie zijn we? Nou, ik, meerdere mensen. Ik ga geen namen noemen. Nee, maar hoe bedoel je? Mensen van de FC ook? Nee, dat niet. Maar dat wat niet. Voor mensen dat zijn het dan? De zaakwaarnemer, je weet maar nooit. Ja. En, Martijn van der Laan is een hele goede vriend van jou, een hè? Een hele goede vriend van mij, ja. Ja, nou, ja. Die heeft bij Cambuur met jou gespeeld. Nou, terug bij de FC is geïnteresseerd. Heb jij natuurlijk ook wel mee over gehad? Ja. Ja. Want als jij nou, ja, dit is voor jou natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Wij hebben nu Sergio Pat in doel, hè? Ja. Pat, ja. Bij DT. Ja. Maar is dat een betere keeper dan jou? Weet ik niet. Nee. Op dit moment weet ik dat niet. Nee. Ik heb die jongen nog meegemaakt in Nederland zelf al vroeger. Ja, ja. Bij de jeugd. Bij de jeugd, ja. Ja. Alleen... Hij heeft dezelfde opleiding een beetje gehad als die Bizot, hè? Ja. 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 Goh. Maar is het moeilijk om te zeggen van ik vind mijzelf een betere keeper dan Pat? Dat is wel moeilijk te zeggen. Ja, ja, is dat moeilijk? Ja. Natuurlijk is dat moeilijk. Ja, 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 ja. Kijk, misschien ben je allebei wel een heel totaal andere keeper, denk ik. Het is nu 2014. Hè? En nou heb ik uit betrouwbare bron heb ik vernomen, trouwens, staat ook gewoon in de media. Jij hebt bijgetekend tot 2017. Ja. 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 Wie is trouwens de tweede keeper bij Cambuur? Harm Zijnstra. Oh ja, die naam ken ik ook wel. Ja. Ja. Aardige fans? Heel aardige fans. Wel minder dan jij. Wel minder dan ik. Dus dat is niet echt de concurrent. Is dus wel een zeker concurrent. Ja, is wel een concurrent. Jawel. Is wel een concurrent. Ja, hoor. Dus jij moet ook altijd scherp blijven, Leonard. Ja. Altijd bezig zijn. Altijd. Boos op jezelf. Ik ben vaak boos. Niet alleen op mezelf, hoor. Hey, hoe is dat trouwens, die ene keer? Dat was echt een vorm van leedvermaak. Hè? Toen je uitgleed. Ja. Met die bal over jou heen. Dat was tegen wie was dat? PSV. PSV, ja. Ja. Oh. Zijn we nu nog over het veld, hè? Ja, precies. Dus het lag niet aan mij, hè? Het lag niet aan jou. Het lag aan het veld. Het lag aan het veld. Ja. Maar als het dan steeds maar weer herhaald wordt, steeds... Hoe ga jij daarmee? Kun je er zelf ook om lachen? Ik kan er heel hard om lachen. Ja? Ja. Toen het gebeurde ook? Nou, toen het gebeurde niet. Maar toen ik het de eerste keer terug zag, denk je wel van... Godverdomme. Ja, maar er moet er dus zoiets gebeuren. En daar heeft iedereen heeft zijn mening erover. Het is toch een stukje leedvermaak, ja, of niet? Ja, tuurlijk. Maar het zal ook niet best zijn als ze het er niet over hebben. Leo, dat niet nou, jongens. Op dit moment is het zo dat Cambuur heeft... hebben jullie... Groningen is Heerenveen voorbij op dit moment. Ja. Ja? Ja. Heerenveen heeft verloren, Groningen gewonnen. Jullie hebben 2 punten laten liggen. Hoe zit het? Volgens mij heeft Groningen 1 punt minder dan jullie. Voor mij hebben we allebei gelijk. Ja? Ja. Jullie staan gelijk. Ja. Dus Cambuur... jullie hebben iets beter doelgemiddelde. Ja, we staan nog wel boven. Dus Cambuur op dit moment is Cambuur gelijk met de FC. En Heerenveen staat daaronder. Dus wat dat betreft... Is de eindconclusie van deze Herenstraat helemaal niet zo moeilijk. En de keuzevraag ook niet. Henk, hier komt hij. Geef een handvriend in de camera. Nee, dat niet. Nou, topgozer, topkeeper ook. Jij kiest. Contract loopt af bij Cambuur in 2017. Bijteken bij Cambuur voor nog 3 jaar. Of de overstap naar Euroborg. Overstaat mijn Euroborg. Oh, heel netjes, heel mooi. Heel eerlijk ook. Ja, die kan ook. Heel succes nog. Nee, dat niet. Dus. Ja, ik had al verwacht. Dat bedoelde ik dus. Met een heel klein stukje groen-witte hart.